Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen Seizoen 3. We staan hier bij mijn paardenstal omdat we gelijk beginnen met een leuk avontuur. Een paar video's geleden kwam Harlow de Viking bij mij op bezoek met zijn grote baard. En die ging een controle doen of mijn vuurtoren daar in de verte wel goed was. Nou, mijn vuurtoren was natuurlijk helemaal goedgekeurd. Maar hij zei dat ik maar snel een keertje bij hem op bezoek moest komen in Vikingenland. Of hoe het daar ook heet, daar gaan we zo meteen achterkomen. Hier hangt nog steeds de camera van de DBE die mijn paarden in de gaten houdt. Dus ze gaan zien dat ik nu hier een paard pak en weg ga rijden. Niet dat het heel erg is natuurlijk dat ze dat zien, want ik ga helemaal niks verdachts of zo doen. Ik ga gewoon even naar Vikingland. Oké, jongens, daar gaan we. Volgens mij ben ik in mijn video's in Content Veen Seizoen 3... ben ik nog maar één keer ooit in het gebied van Harlow geweest... bij die Vikingen. En dat was eigenlijk best wel kort ook gewoon. Dus ik ben echt heel benieuwd naar wat Vikingenland... Ik ga ze hem dan echt om de naam vragen. Het land van de Vikingen. Wat dat allemaal te betekenen heeft, wat daar te doen is. Volgens mij staat er een koekjesfabriek, maar jullie komen er zo meteen achter. Het is in ieder geval langs de Wijze Uil hier in de Winkelvallei. Deze kant onder de regenboog door. En volgens mij moeten we dan zo meteen ergens daar naar boven. Even kijken. Hier hangt een bordje, staat hier iets op. Boselfjes en de Noordpool is rechtdoor. René en Floor. Oké, er staat niks over Harlow zijn Vikingengebied. Maar volgens mij is het dit pad hier naar rechts. Volgens mij moet ik daar niet omhoog, maar moet ik hierheen. Oké, jongens, dit is een heel gedeelte waar jullie volgens mij ook nog nooit echt geweest zijn. Althans, wat jullie nog nooit echt gezien hebben. Dus dit is wel een primeurtje, hoor. Althans, tenzij je Harlow's video's kijkt, dan heb je het natuurlijk wel al lang gezien. Oké, het is wel een heel bijzonder bergpad dit. En we gaan de tunnel in. Oh, we gaan zelfs een hele tunnel in. Moet je nagaan. Oké, ik denk dat we zometeen als we hier doorheen zijn geweest, dat we dan bij onze bestemming direct ook zijn. Even kijken, hoor. Hallo? Is er iemand? Oeh, daar is een vuurtje. Hallo? Er staat een stoel hier. Laten we even Benno meenemen, zoals dit. Hallo? Er is hier iets. Er is hier iets. We zijn er! We zijn aangekomen bij de locatie. Er staat inderdaad Harlow's koekjesfabriek. Ze hebben ook een camera hier hangen. De DBE heeft zelfs hier camera's hangen. Ik ga mijn paard die bij de koeien even tijdelijk neerzetten. Hier, hoppakee. Benno, hou de koeien maar even bezig. Hallo? Is er iemand thuis bij de Vikingen? Hallo? Oh, koekjes. Harlow's koekjes. Oh mijn god. Een camera. Het is niet te geloven. Zelfs de... Ik weet dat is van de DBE, die camera. Ik herken hem gewoon. Wacht, laten we eens naar het huis gaan. Ik kan wel bij de koekjesfabriek gelijk aanbellen. Land van de altijd lachende Harlow Haken. Oh jee. Ik zie een nametag. Volgens mij is er iemand. Volgens mij is er iemand. Oh, daar is hij. Dan zal je hem hebben. Harlow? Ik zag je door het raam. Waar is je deur? Waar is jouw ingang? Huh? Heb je hier allemaal... Een begraafplaats. Harlow, waar is jouw ingang? Heb ik die gemist? Huh? Oh, die zit hier. Hey, Harlow. Wat ziet je baard er weer goed uit vandaag? Ja, hij ziet er goed uit. Ik moet zeggen, jij ziet er ook goed uit. En je net ja? Piratenpakje en zo. Het is ja, ik ben helemaal voorbereid. Je had me een uitnodiging gestuurd. Je zei, neem niet je spullen mee. Ik heb helemaal niks bij me, alleen maar het eten, dus... ik denk, ik laat al mijn spulletjes thuis, ik vertrouw je al. Ja, nou, eigenlijk had je ook geen eten mee hoeven nemen, want ik heb daar natuurlijk een hele grote koekjes voor. Kan ik dit dan ergens aan geven aan je, de hond of zo? Hier? Honden, natuurlijk. Hier, kijk, okay. Deze hond hier, agent 008, heeft een dingetje. Ik stop het bij hem, oké? Okay? Erbij. Lekker. Heeft agent 008 gewoon heel veel lekker. Dit is mooi. Maar jij kwam hier eens kijken wat ik al heb gebouwd. Ik ben hier eigenlijk nog nooit echt geweest. Ik zie wel al, het is wat me opvalt, dat de DBE ook camera's bij jou overal heeft geplaatst. Ja, de DBE is ook bij mij langs geweest. Ik ben trouwens vanmiddag ook bij hun langs geweest. Dat ging niet zo goed. Groot kantoor wel, hè? Oh, dat ging niet goed dan? Ja, het is zeker een groot kantoor, ja. Maar, ging niet goed? Nee, ze hebben me een taakstraf gegeven, maar daar praat ik er liever niet over. Nee, dat snap ik. Daar zou ik ook niet over willen praten. Hé, laat eens zien, wat heb je hier allemaal? En hoe heet het hier? Dit is mijn huis. Ah, heet het hier Vikingenland? Of hoe moet ik het noemen? Ja, ik weet het heeft nog niet echt een naam, maar... Nee, ik noem het nu gewoon Vikingenland. Ja. Dat is gewoon voor mij makkelijk. Mooi dak, leuk huisje zo. Ja, dat is een drakenkop zit erop. Een drakenkop. Cool, heel cool. Wat, ja. Wie is dit? Ja, dat weet Wie ik is er onthoofd? Dat is een mooi beeldje van iemand. Ik vind het gewoon een heel mooi beeldje. Ja. Ja, dat snap ik. Ik hoor even welkom, dat het een zombie trouwens. Welkom in mijn huis. Oh, het ziet er goed uit. Ja, dus, heb je een tv? Ik heb zeker een tv. Je hebt een tv? Ik kijk heel graag naar de tv. Dan kijk ik meestal naar het weer. Van Weervrouw Sabine vind ik erg leuk. Volgens mij ziet het zonnetje schijnt nu wel. Dus op zich. Ja, dat je hebt hem natuurlijk even gepauzeerd omdat ik aankwam. Ja, zeker. Oké, wat heb je nog meer? Mooi boekenkastje hier natuurlijk. Mooi schilderij van Wiki de Viking. Wiki de Viking, oké. Okay. Ja. Leuk. Dan hier de keuken, zo te zien. Dit is mijn keuken. Harlow's koekenkoelkast. Mag ik een paar koekjes? Nee, er zitten geen koekjes in op dit moment. Die zijn allemaal in de fabriek. Maar dan komen we zo meteen, neem ik aan, toch? Daar komen we zo meteen. Ja, dan komen we zo meteen. Ja, dit is mijn keuken.
Ja, keuken. Ik kan af en toe nog een beetje lekker zitten, als ik gasten heb. Gezellig, gezellig. Gezellig. Nee, ik heb nog een opslagkast, maar dat is allemaal niet zo bijzonder. Mag ik kijken? Jawel hoor, ja. Dit is inderdaad niet zo bijzonder. Nee, hè? ik had gehoopt dat het misschien toch bijzonder was geweest, maar... Ik had het gezegd, maar... Ja, jij hebt me gewaarschuwd, ik weet het. Je had me nog gewaarschuwd. Nee, waar komen we hierboven? Oh. Een bovenverdieping. Een bovenverdieping, en best wel een joekel ook dit. Best wel een grote bovenverdieping nog. Zeker. Waar is die zombie trouwens? Heb jij een zombie hier verstopt of zo? Die zit onder mijn huis. Ik heb een cave onder mijn huis zitten. Daar komt die zombie de hele tijd vandaan. Maar dat hoort bij het huis. Ik moet dat gat binnenkort nog een keer dicht gaan gooien. Oeh, dit is het bed. Het vikingenbed dit. Ja. Ik zit hier graag. Speelgoedpaard. Speelgoedpaard van de kerstcadeau heb ik hier opgehangen. Ah, leuk. De moerasogen schilder. Piaru? Piaru, ja, dat is de schilder van de moerasoger, ja. Het moerasoger, oké. Okay. Ik heb ook nog een kledingkast, alleen daar is geen kleding in op dit moment. Wat is dit? Oh, de kledingkast inderdaad, ik zie het. Cool. Dan hier een balkonnetje? Zeker, ja. Oh, gezellig. Kijk je lekker op je koekjesfabriek uit. Ja, koekjesfabriek. Dat ziet er leuk uit, ja. Ik ben paard gekomen, zie ik. Ja, natuurlijk ben ik te paard gekomen. Hoe anders? Handig. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, maar... Nee, daarom. Jij komt met de boot, ik kom gewoon lekker met het paard. Ja, ik kom met de magische boot, hè. Jij komt met een magische boot, ja. Oké, dan heb je hier de zolder des zolderen, of? Ja, daar heb ik nog wat extra op. En nog wat kunst. Ja, dat is hele abstracte kunst, ja. Je moet ook een beetje afwisselen tussen kunst, ik snap het ja, ook. Ja, nee. En dan hier... deze kamer die is echt niet zo bijzonder. Als je dacht dat de trapkast niet bijzonder was, dan moet je hier al helemaal niet kijken, eigenlijk. Dit is nog grotere anticlimax. Oké, daar gaan we. Wat is dit? Dit is dus mijn rommelopslag. Oh mijn god, waarom ligt er bloed? Of is het geen bloed? Het is redstone. Oh, joh, bij mij alles... Bij mij zeg maar... Ik snap wel dat het redstone is, maar bij mij had dit eerder bloed geweest. Als in wat maar er allemaal op piraten had gebeurd. Piraten die zijn ook gewoon veel gewelddadiger dan vikings. Dan vikingen! Dat is volgens mij niet... Volgens mij horen jullie gewelddadiger te zijn. Daarom ging ik er ook gewoon gelijk vanuit dat het bloed was. Dus, nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want nee, jij vertrouwt mij, klopt, toch? Jij komt zonder spullen waardoor je mij vertrouwt. Ja, daarom. Hij niks aan de hand. Zal wel niks zijn. Wat hebben we hier? En nog meer kunst. Nog meer kunst, ja. Die heb ik in de kerstwinkel gekocht trouwens. Ja, ik heb ook nog wat dingen. Die heb ik alleen nooit gebruikt. En mooi uitzichtje weer. Nou, leuk. Mooi huisje dit. Dankt. Ik ben ook ik vind het helemaal leuk. Eigenlijk. Gaan we nu naar de crème de la crème, oftewel de koekjesfabriek. Tuurlijk. De koekjesfabriek. De koekjesfabriek. Dat wil je hoor. Daar kwam ik eigenlijk voor. De huis is leuk, maar ik kwam voor de koekjesfabriek. Je bent niet in mijn vikingland geweest als je niet bij de koekjesfabriek bent geweest. Denk wel dat zeggen. Dat is wel gewoon... Ik wil met een souvenirtje naar huis gaan. Namelijk een lekker koekje. Dan ben je hier wel echt op de goede plek hoor. Kijk, de DB is hier koekjes. Ook alweer langs geweest. Ja, die houdt alles in de gaten. Ik zwaai even hallo, dan kunnen ze zien dat ik hier ook ben geweest. Ja, hoi. Zo, oh, wat is dit? Oh, dit is waar het gebeurt. Dit is waar de magie gebeurt. Dit is de koekjesfabriek. De koekjesfabriek, wat geweldig. Ja. Hoe werkt het? Leg het eens uit. Als je eerst even handschoenen zou willen pakken, alsjeblieft. Ja, tuurlijk. Handschoen 1, handschoen 2. Even handschoentjes aan. Ja, ik heb mijn handschoentjes aan. Ja. Goed zo. Nou ja, hier begint het proces. Ja, hier wordt het koekjesdeeg op de lopende band gespoten. Ik zie het al. Ik zie het inderdaad. Ja, af en toe wordt het een beetje gemorst en zo. Maar nou, kan gebeuren, dat kan gebeuren. Kijk, daar gaat het koekjesdeeg. Het koekjesdeeg, ja. En dan hebben we hier, dit is mijn lieve medewerker Henk. Nee, ja. En Henk die zorgt er dan voor dat de chocoladestukjes in het koekjesdeeg komen. Oh, die zeg maar mixt het samen. Ja. Oh, oké. Dat het lekker chocoladekoekjes worden. En dan gaan ze hier door de oven heen. Door de oven duidelijk. Een best wel hete oven zo te zien. Ja, het is een hele hete oven. En dan is het een koekje. En dan is het uiteindelijk een Harlow-koekje. En dan is het een Harlow-koekje. Nou, en dan worden ze hier gelijk in de kratten gestopt en klaar voor vertrek. Ja, precies. Wil je een koekje? Ik wil er eentje. Mag ik mijn handschoen uitdoen? Ja, zeker. De handschoenen mogen wel weer uit, ja. Ja, de handschoentjes mogen eruit, zo. Ik zal lekker netjes terugleggen, hoppakee. Ik wil er wel eentje. Wacht, dan moet ik even honger krijgen. Sla maar een paar keer. Dan krijg ik honger. Heb je honger? Nee, nog niet. Nog een paar keer slaan. Nog een paar keer slaan, dan krijg ik honger. Ik weet niet waarom mijn metabolisme werkt een beetje. Ja, ik heb honger. Goed zo. Ja, ik heb een lekker koekje voor je. Nou, ik heb eigenlijk geen honger, maar... Nee, ik wil wat proeven. Ik weet wel hoe ze smaken. Echt Harlow koekje dit. Een echt Harlow koekje. Een echt Harlow koekje, daar gaat hij. Geweldig. Ja, mag vind er je nog hem een? Ik wil er inderdaad nog één, zo lekker als ik hem vind. Nou, weet je wat, dan geef ik je er gewoon nog even lekker 6 mee. Dan kan je die ook nog lekker thuis op eten en zo. Daar ben ik wel blij mee.
Daar ben ik heel blij mee. Ik ga er gelijk nog één nemen. Hè? En weet je wat ik zo lekker vind? Nog één. Oh, dat ik er gewoon drie heb genomen. Zo lekker vind ik ze. Nou, dan weet ik dat het goed is in ieder geval. Wat is dit? Waar gaat het heen? Nou, ik heb ook nog een bovenverdieping. Dat is best handig. Hier ontvang ik meestal mijn zakelijke compacten en zo. Medewerker ook... van de maand. Let's go, Henk! Let's go! Henk is de medewerker van de maand. Wat leuk. Nou, en hier heb ik eigenlijk nog meer koekjesopslag. Oh, hij is alleen leeg. Ja, we zijn volop in productie, hè. Maar als ik nog koekjes heb... Ja, dan sla je ze hierop. Dan sla ik ze hierop en dan kunnen ze binnenkort... wil ik een winkel gaan bouwen. En dan gaan al die koekjes natuurlijk naar mijn winkel. De Harlow koekjeswinkel. Geweldig. Dat kan niet fout gaan, toch? Ik ben nummer 1 klant. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Kijk, ik zou hetzelfde willen zeggen over jouw houtwinkel... Ja, alleen ik heb een team erachter zitten. Je gaat nu toch niet hetzelfde verzinsel vertellen als Rick, hè? Dat je een gek team erachter hebt. Mijn houtwinkel, of nee, mijn houtfabriek die ik heb, weet je? Ja? Die is ontploft. Er is een ongeluk met TNT geweest, dus dat moet even ontploft worden. Heb je dat niet zelf gedaan, toevallig? Ja, dat was ik inderdaad. Ik heb het zelf opgeblazen per ongeluk. Maar binnenkort ligt er wel weer nieuw hout. Ik ga het regelen. Dat zou ik wel fijn vinden. Mijn koekjes zijn trouwens op. Heb je er nog meer? Wil je er nog een paar? Ja, ik wil er nog een paar. Ze zijn zo lekker, ik blijf ze dooreten. Nou, weet je wat, dan geef ik ze gewoon eventjes allemaal mee dit keer. Wat is dit? Personeel? Oh, je hebt een kelder. Nou, daar hoef je... Dat is alleen voor personeel, is dat? Nee, maar ik ging gewoon even kijken wat het was. Sorry, ik hoef de kelder niet in. Hier. Kijk. Oh, lekker. Hier ben ik heel blij mee. Lekker een aantal koekjes. Meer heb ik gewoon niet bij me. Maar wist jij eigenlijk al dat er iets heel bijzonders is aan Henk? Nou? Nou, je moet even heel goed hier... Wat is er met Henk? Heel goed hier. Daar is Henk? Te kijken. Moet je heel goed kijken. Hij heeft een haarnetje op. Ha! Hallo! Wat doe je? Hallo! Hallo! Harlow, wat is dit? Harlow, wat is dit? Niet doen! Daarom mocht ik de spullen niet meenemen. Harlow! Hij vermoordt me gewoon! Hij heeft me gewoon vermoord! Hij heeft me letterlijk gewoon doodgeschoten! Waarom? Waarom heeft hij dat gedaan? Harlow! Hoe durf je? Daarom zei hij dat ik geen spullen mee mocht nemen. Waarom heeft hij me vermoord? Wat is zo'n vredig gesprek over koekjes en weet ik wat allemaal. En hij vermoordt me ineens. Nee, dat meen je! Wat is dit? Waarom? Waarom, jongens? Ik denk het heeft een andere reden dat ik mijn spullen niet mee mocht nemen. Iets vredigs, iets simpels. En vervolgens ga ik dood. Heeft hij me gewoon neergeschoten. Oh mijn god. Niet te geloven dit. Wat een verraad. Wat een verraad. De Viking heeft me verraden, jongens. Nou moet ik even goed kijken. Wat ga ik hierop terug doen? Wat moet ik doen? Gelukkig heb ik mijn spullen niet verloren. Dat scheelt. Maar wel mijn eer, mijn trots. Ik ben mijn eer en mijn trots kwijt. Dit kan niet. Dit kan niet, hier gaan we wat tegen doen. Goed, jongens, ik heb mijn spulletjes maar weer bij elkaar geraapt. Ik ben nogmaals heel blij dat ik niet mee heb genomen naar Harlow. Ik hoop dat er binnenkort wat duidelijkheid komt over waarom Harlow mij vermoord heeft. Maar ik heb in ieder geval een leuk idee, jongens. Dit nieuwe DBE-gebouw staat hier natuurlijk, van de boselfjes. Het geheime kantoor, weet ik wat het allemaal is. Maar vlak voordat ik de koekjesfabriek inging, heb ik nog een paar keer voor de camera gesprongen, zoals dit hier. Dus ik ga even aangifte doen, denk ik. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Welkom bij DBE. Gasten melden bij de balie. Hallo. Goeiedag, ik meld mij. Hallo, ik meld mij hier met een hele serieuze zaak. Er is een piraat vermoord. Oh, dat is zeer ernstig. Het is ook echt ernstig. En ik was het. Ik ben de piraat die vermoord is. Dat meen je niet. Ja, het is een beetje gek dat ik hier dan sta, maar... Piraten hebben magische leven. Je komt het Venus magisch. Als je dood gaat, kom je terug. Maar dat maakt moord natuurlijk niet goed. Nee, dus je wil aangifte doen. Ik wil aangifte doen. Nou, dan denk ik dat we daarvoor wel even naar het hoofdkantoor moeten. Is het zo serieus? Ja. We kunnen het niet hier in de outpost doen? Nee, ik denk niet dat we hier de middelen daarvoor hebben. Ah, oké. Dus we gaan even naar het hoofdkantoor. Ja. Helemaal prima. Nou, daar zijn we. Dus het is zo serieus dat we gewoon bij de DBE zijn aangekomen. Ongelooflijk. Ja, we moeten weer helemaal naar de bovenste verdieping. Houden jullie naast mij en Harlow heel het continent in de gaten trouwens? Ja, tuurlijk. Heel het eiland? Ja. Oh mijn god. Ik vind het altijd wel spannend als ik hier kom. Ik weet niet waarom. Het is zo'n groot gebouw gewoon. Het is wel indrukwekkend, ja. Trouwens, ik moet het toch even zeggen. Ik zei net gesprinkt voor de camera. Ik weet niet, volgens mij hoorde je hem ook. Ja. Toen ik net voor je deur stond, ja ik bedoelde gesprongen. Ja, ik heb gesprongen voor de camera. Ik zei gesprinkt, maar soms is Nederlands een beetje moeilijk. Ja, soms wel. Ik dacht, ik moet het toch even zeggen. Ik kon het niet laten. Oké, we zijn er weer bij de DBE. Maar we moeten wel naar de bovenste verdieping, dus dan moet de camera... Waarom mag ik niet filmen wat op de andere verdieping is? Nee, dat is nog een beetje geheim. Oké, ik zet mijn camera uit. Camera mocht aan, weer? Ja.
Maar... Gaan we naar Joris' kantoor of jouw kantoor? Die ja, van pak even kijken hoor. Ja, kijk gerust. Nee, het is hier iets warmer, dus laten we dit maar doen. Het is hier wat warmer. In Joris' kantoor is het warmer. Ja, ik denk dat hij de kachel wat hoger heeft staan. Oh, nou, ik zit lekker. Goed. Ja, aangifte. Ja. Ik ben vermoord door Harlow. Door Harlow. Haker. Harlow Haker, de koekjesfabriekman, de viking. Ik noteer het allemaal even hoor. Wanneer is dit dan precies gebeurd? Zo'n 10 minuten geleden. 10 minuten geleden. Nee, dat moet ik niet neerzetten, 10 minuten geleden. Zo. Heeft u enig idee wat zijn motief was? Nee, totaal niet. We waren vredig in zijn koekjesfabriek aan het koekjes aan het eten. En ineens werd het donker. Ik stond met zijn collega te praten. Henk heet hij volgens mij. En ineens, boom, ik zie niks meer. Ik zit in de kooi. En hij schiet me dood. En het was zeker weten Harlow. Het was zeker weten... Ik denk het wel. Je denkt het. Ja, Harlow stond achter me. En ineens viel ik. En toen was alles donker. Dus ik kon niet zo goed zien wie me nou vermoordde. Maar volgens mij was het Harlow die me vermoordde. Dus zou ook Henk kunnen zijn geweest? Het zou Henk... Nee, het is niet... Nee. Iemand in Harlow's fabriek heeft mij vermoord en Harlow was erbij. Ik denk, volgens mij was het Harlow. Dan moeten we dat maar even gaan... moeten we hem maar gaan ondervragen in ieder geval. En stel hij zal gestraft worden, wat wordt dan jouw strafeis? Wat zou je graag zien als straf? Mag ik dat zelf bepalen? Jij mag daar een bot op doen. Een bot? Ik heb inbreng op gewoon wat er met Harlow's straf gebeurt. Mag ik daar even over nadenken? En later op terugkomen? Dat mag. Ja? Ja. Oké, prima. Dan kom ik daar later op terug. Maar het betekent niet dat het per se dat wordt, hè? Nee, maar dan komen we later daarop terug. En wat zou je graag als schadevergoeding willen zien? Dat vertel ik je bij datzelfde, oké? Ja. Bij wat met hem gebeurt en schadevergoeding, dat wil ik in één keer aan jou vertellen. Of aan de DBE. Dat is goed. Collega kan ook natuurlijk, Joris, je collega. Ja, Joris, die is, ik weet niet wat hij aan het doen is. Chippies aan het eten of zo. Chippies aan het eten of zo. Misschien in het zwembad. We hebben tegenwoordig een zwembad, wist je dat? Zwembad, waar? Ja, wil je dat zien? Mag ik dat wel filmen? Ja, dan mag je wel filmen. Oh, dat is op het dak. Oh, het dak. Ja. We hebben een dak terras zwembad. Jullie willen... We zijn niet heel serieus. Oh, ik wou het zeggen, dus waar is het zwembad? Oh, joh, jullie hebben een zwembad tegenwoordig. Ja. Oh, ik krijg nou wat lekker. Ja, we zitten zo vaak hierboven om jou en het winkelgebied in de gaten te houden. Dus we dachten, ja dat snap ik. Maar wat comfortabeler voor onszelf. Ja, dat snap ik. Kan je hier lekker gewoon... Ja, ik moet zeggen, ik zie wel genoeg water bij mijn basis, maar hè. Je zwemt al in de zee natuurlijk, ja. Ik wou dat zeggen. Altijd zeewater altijd. Oké, dan gaan we hier weer naar beneden. Zo. Hoppakee, wat is hier eigenlijk aan deze kant? Je mag wel kijken. Hoor. Ah, vergaderruimte. Ja. Ah, met een scherm, dan kunnen jullie de moord van mij opkijken. Want ik... Oh, dat wilde ik zeggen. Ik sprong, niet springt, ik sprong voor de camera... Bij Harlow's koekjesfabriek. Dan kan je zien dat ik naar binnen ging, maar niet meer naar buiten ben komen lopen. Ik denk dat onze medewerkers dat vast al hebben gezien. Ja, nou, dat is mooi. Die kijken als het is 24/7 mee. Ja, jullie hebben die service hier beneden staan. Die mocht ik wel filmen. Ja. Oké, nee, dan is dat duidelijk. Ik ga weer zitten. Hebben jullie nog meer van mij nodig? Naast wat er met de straf met Harlow moet gaan gebeuren en de schadevergoeding. Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat we zo kunnen beginnen aan ons onderzoek. Oké, prima. Nou, top. Moet ik nog iets doen? Ja, ik had nog één vraag. Ja. Jij weet echt niks over die inbraak bij dat hotel? Het inbraak bij het hotel, je kan de doekjes onderzoeken, mijn handafdrukken zitten erop. Dus ik weet er helemaal niks over, echt waar. Okay. Ja, ik heb niks gezien. Ik vraag het nog even, misschien verandert er wat in het antwoord. Dat zal... ik heb echt niks gezien. Nou, moeten we weer naar beneden denken. Ja, camera wel weer eventjes uit. Ja, camera gaat uit. Zo, nou, ik ben blij dat jullie me serieus nemen over deze moord. Daar ben ik heel blij mee. Kijk, de DBE is altijd wel een beetje angstaanjagend zo, maar jullie nemen het toch wel serieus hier en daar. Ja, nee, wij zijn er natuurlijk voor om de vrede te bewaren op dit continent. Hè? Ja, dat is vooral belangrijk. Dat is vooral belangrijk. Nou, dan ga ik maar weer eens... ga je mee of blijf je hier? Ja, ik ga mee, want daar kom ik ook vandaan. Ja, nou, dan gaan we gelijk terug. Nou, ik denk dat jij of naar je DBE, wat is het, basis gaat of ga je naar je hotel? Ja, nee, ik ga weer naar de outpost. Ik moet nog even wat Je gaat daar nog even wat werk doen. Ik zal het niet altijd maken. Ik denk dat ik ook maar naar mijn schip ga en daar even lekker mijn ding ga doen. Ja, heel goed. Nou, weet je, we houden contact, hè? Ja, ik hou je op de hoogte. Ja, joejoe. Goed, jongens. Ik heb een paar vraagjes voor jullie. Vraag nummer 1. De DBE wil van mij weten. Wat moet de straf van Harlow Haker zijn? Van Harlow Haker, de viking. Wat voor straf moet hij krijgen? Laat nu in de reacties weten wat een gepaste straf volgens jullie is. Dan kan ik dat eisen of vragen. Kijk. Of het gaat gebeuren, weten we natuurlijk niet. Maar het is wel leuk dat jullie, zeg maar, input kunnen hebben op wat de straf moet zijn. En wat voor schadevergoeding moet ik krijgen? Nogmaals, het betekent niet dat dit echt gaat gebeuren. Maar er is een kans, als ik daarom vraag, dat daar rekening mee wordt gehouden. En weet ik wat allemaal. En in plaats van dat ik dat zelf wil beslissen,
is het misschien wel leuk als jullie dat in de reacties achterlaten. Goed, terwijl jullie dat allemaal aan het typen zijn, jongens, dan ga ik de video afsluiten. Waarschijnlijk in een van de volgende video's wil ik gaan beginnen met het tweede, of eigenlijk het derde grote piratenschip. En ik denk dat die ongeveer net zo groot wordt als deze. Misschien wat breder en iets minder lang. En dat hij dan daar komt. Ik denk dat het wel leuk is. Dus hij is wel groot, blokkeert hij wel heel veel van het zicht als je over de meer wil kijken. Maar het is wel leuk als er een nieuw groot piratenschip is. Dus ik denk dat het wel leuk is om aan te gaan beginnen. Een van de volgende afleveringen. Dan kunnen we daarna rustig verder met alles hier. En dan zien we het wel. Kapitein Snavel, waar ben je? Ik heb je gemist, kapitein Snavel. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan zeker even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Hierin heb ik de vuurtoren ingericht en alle andere huizen. En dan nu spreek ik later glaasje water. Vier flesje bier. Tot de volgende keer. Wow.